1959 viel deze polder oostelijk Flevoland droog. Vanaf 1962 kwamen hier de eerste mensen wonen. En als je nou de eerste stedenbouwkundige kaarten bekijkt, uit 1954 bijvoorbeeld, dan staat daar die Hanzespoorlijn al op ingetekend. Toen al. Daar is toen al door de architect over nagedacht. En nou ligt hij er, kunnen we de trein nemen. Een beetje trots zijn we geworden. Dankzij NS en ProRail. En ja, dat is fantastisch. Je bent bereikbaarder geworden. Je komt zo nu Dronten binnen op een, langs een chique allee, bijna een boulevard. Het is absoluut ook een vestigingsfactor geworden. Dus wonen en werken zijn dichter bij elkaar gekomen. Ik zeg wel zo, de regio is groter geworden en Nederland kleiner. En natuurlijk zijn er ook mensen, ondernemers, die er last van hebben gehad. Maar daar hebben we ook geregeld samen met ProRail onderzoek naar gedaan. En dan blijkt eigenlijk dat dat heel erg meevalt. Het was goed bewegwijzerd. Er is altijd goede voorlichting geweest. De website, de nieuwsbrieven, gemeente kom en bellen, ProRail kom en bellen. Dus eigenlijk, achteraf gezien, moeten we heel eerlijk zeggen, is dat reuze meegevallen. En de overlast die er was, wordt volledig goed gemaakt door het plezier wat we er nu van hebben.